Ja, Thierry Montagny, hoe frustrerend is deze wedstrijd? Ja, heel frustrerend. Ik denk vooraf heb je wat recht te zetten. Je hebt deze gast heb je in de beker heb je gehad. En ja, je weet wat voor ploeg het is. Heel counterig ingesteld en altijd vanuit mensen achter de bal. Snelle spitsen. En ja, we waren erop voorbereid, maar ja, ik denk dat je vandaag genoeg kansen krijgt om een goal te maken. Maar als je geen goal maakt tegen deze ploeg, dan wordt het 90 minuten billenknijpen. En ja, volgens mij komen ze echt drie keer echt gevaarlijk voor de goal. En natuurlijk op het laatst, dan ben je met de hele ploeg aan het aanvallen om wat te forceren. Maar ja, je loopt een paar keer met het mes in de boter. Je zegt met het mes in de boter. Voelt het daarom ook als een herhaling van zetten ten opzichte van de bekerwedstrijd? Ja, ik denk dat we daar ook kansen hebben gekregen om gewoon resultaat neer te zetten. En ik denk dat wij zeker niet de mindere ploeg zijn ten opzichte van Odin. Maar goed, op het moment dat je zo moeilijk je wedstrijden wint, op het moment wat wij nu aan het doen zijn, dan moet je gewoon stellen dat het beter moet. Ja, dat het beter moet, moeten jullie nu ook een beetje al, ja, misschien een beetje richting onder gaan kijken. Want Odin gaat nu, raakt verder van jullie weg en de middenboot raakt ook verder van jullie. Nee, inderdaad. Er zijn wat ploegjes die hebben een gat geslagen. En ja, je moet gewoon realistisch zijn. En als je de ranglijst kijkt, dan denk ik dat je inderdaad wat ploegen hebt die nu gewoon een gat hebben geslagen. En dus moet je naar onder kijken. En wat is in jouw ogen realistisch zijn? Ja, wat is realistisch? Je krijgt nu twee thuiswedstrijden. Thuis zijn we gewoon over het algemeen de bovenliggende partij en pakken we onze punten. Ik denk, ja. Ik denk als we die gewoon goed benaderen en uitkomen, dan ga je gewoon in de middenmoot meedraaien. En wellicht met een serie ga je nog beter uitkomen. Maar op dit moment moet je gewoon realistisch zijn. Jullie eerste hele dag, als ik het goed heb, thuis dit seizoen. Ja, dan moeten we maar aan een nieuwe scorebord de schild geven. Ja, inderdaad. Laten we het daar maar op houden. Bedankt.